Ah, lunchtijd in de korstige krab. Iedereen geniet van zijn krabburger. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Oh, mijn hemel! Ik zie niks! Zie je hem, meneer Octo? Daar beneden, meneer! Er lijkt een krabburgernapping aan de gang te zijn. Er kan maar één dader zijn. Plankton! Eindelijk! De overwinning is van mij! Ik heb gewonnen! Hij is ontsnapt, meneer. Nee! Het is hem eindelijk gelukt mijn geheime recept te stelen. Misschien niet, meneer Krabse. Want we hebben SpongeBob SquarePants! Ik heb jaren getraind om bij uw bemanning te mogen horen. En nu ben ik er klaar voor! Nou, wanneer kan ik beginnen? Niet de techniek! Je vergeet de techniek. Techniek. Eerst doe ik dit. Draai rond en stop. 3 keer naar rechts kijken. En daar gaat die grote sprong. En dan je rechtervoet naar voren. Heel belangrijk. En heupen los. En dan doe je dit. En een beetje dat. En dan dit. En dan... Patrick, je bent de allerdomste idioot die ik ooit van mijn leven heb ontmoet. Vind je dat echt, SpongeBob? Natuurlijk, Patrick! En ik ben heus niet de enige die dat vindt. Oh, nou, ik vind jou lelijk. Geel is lelijk. Patrick, waar heb je het over? SpongeBob, ik wil niet langer met je omgaan. Oh. Jij bent een schande voor de bodembewoners. Als ik een euro kreeg voor elk stukje hersens dat jij hebt, dan kreeg ik 1 euro. Hey Patrick, ik hoorde dat er een baantje vrij kwam in de dierenwinkel. Als natte krant. Jij bent een grote stommeling. Ja? Nou, dan ben jij een stommeling. En jij bent een cocoon. Wat is dat? Dat is wat jij bent. Nou, jij bent een nog grotere. Maar jij blijft geel. En weet je wat nog meer geel is? Nou... Jij. Ja? Nou, het kan me niet schelen hoe je me noemt, want ik wil je toch nooit meer zien. Ach, tartaarsaus. Voorkant. Goed. Antenne. Goed. Bumper. Goed. Bumper. Sticker. Goed. Bandenspanning. Goed. Voertuiginspectie gereed. We gaan nu geschiedenis schrijven, Octo. Die gelukkige klant krijgt de allereerste Krabby pastijpizza. Fijn. Vaar jij maar. Dat mag niet. Ik zit nog op vaarschool. Kom op, SpongeBob. Het is hier vlak om de hoek. Nou ja, maar... Doe gewoon wat je op school doet. Oh, oké. Wacht, niks zeggen. Achteruit. Huh? Achteruit. Ja. Achteruit.
achteruit. Oké. Zet hem in zijn achteruit, SpongeBob. Achteruit? Oh ja, achteruit. Huh? Achteruit. Achteruit! Laat mij sturen, SpongeBob. Laat mij sturen. Achteruit. Ja, achteruit. En weet je wat? We hebben geen benzine meer. En nog wat anders, we zitten midden in niemands land. Zal ik je nog wat vertellen? De pizza wordt koud. En de pizza koud? Oh, de pizza koud. Niet de pizza. Oh, kan het nog erger worden? Daar zijn ze, bij de tv. Probeer ze niet te laten schrikken. Patrick, het is niet te geloven. Mijn bal en mosseljongen in het echt. Hé, wie zijn die lui? Oh, komen ze de tv repareren? Wat zijn jullie? Zijn jullie Meerminman en Mosseljongen? Ja, dat waren we. Maar nu zijn we gepensioneerd. Maar jullie kunnen niet met pensioen, het kwaad waard rond. Wat? Het kwaad! Het kwaad! Mosseljongen, kom snel! Ik heb het kwaad te pakken! Ik zei alleen dat het kwaad rond waard. Het kwaad! Het kwaad! Kwaad, wil je kwaad, dat alsjeblieft kwaad, niet meer zeggen? Het kwaad, het kwaad, het kwaad, het kwaad. We zullen sterven. Leg allemaal even de boeken neer. We moeten vandaag weer bekijken wie aan de beurt is voor klaar over. Laat me eens kijken. Deze week is aan de beurt. Bart, Jimmy, nee, Tina, Ralph. SpongeBob! Ja, Jimmy. Jimmy is aan de beurt, verklaar over. Mevrouw Puff, ik ben al geweest. Oh, Bill? Dacht het niet, mevrouw Puff. Tina, jij bent er klaar over. Hé, ik ben al 3 keer geweest, hoor. Truus? Die is al een jaar van school af. Harry? Vera? Pieter? Oké, dan heb ik geen keus meer. De klaarover van deze week is... Oh, SpongeBob. Yahoo! Klaarover SpongeBob meldt zich, mevrouw Puff. Ik ben er helemaal klaar voor de job. Ik ben eerste klas getraind voor de job. En ik heb ontzettend veel zin in de job. Oké, hier zijn de pet en de riem. Dat kan ik niet accepteren hoor, ik moet nog een speech houden. Jij moet er weer wat van maken, hè? Klasgenoten, wat een eer dat ik deze baan heb gekregen. Dat was me nooit gelukt zonder mevrouw Puff. Kleine slijmspons. En tegen mijn publiek wil ik zeggen, ik ben geroerd. Verder kan ik jullie meedelen dat mijn taak zal straffen misdadigers. Misdadigers en straf voor de job. Dan zal ik jullie snel nog even de langste klaaroverspeech ooit voorlezen. Vrienden, studenten, jeugdige delinquenten, luister goed. Dan nu tot slot zal ik zonder terughoudendheid dit uniform aantrekken en mijn plicht gaan vervullen als de klaarover. Tot ineens, mevrouw Puff. Oh, ik zal u ook zeggen. Probeert, Sandy. Of moet ik mevrouw Alien zeggen? Aliens? Dus dat is er aan de hand. Het is de maan niet. We zijn in bikinibroek. En zo zie je maar weer, je kunt niemand vertrouwen. Zo,
Dus jij was al die tijd een alien. En je hebt niks gezegd. Zo, wist ik veel. Ja, nou, jou krijg ik nog wel. Oh, maar jij krijgt mij niet te pakken. Ik krijg... mezelf te pakken. Jongens, ik zou Sandy's gezicht wel eens willen zien. Sandy, ik ben weer terug. Wauw. Bikinibroek ziet er heel anders uit. Uh-oh. Spongebob! Wij aliens willen even harde woorden met je spreken. Wakker worden! Mijn geld verbrand! Hé? Meneer Krabs, wat moeten we doen? Hier, gebruik dit! Hoera! En nu met toevoeging van 2, tel maar 2 marshmallows. Drinken, jongens? Ja, graag. Bedankt, vriend. Geef je beste vriend ook maar wat. Bedankt, beste vriend. Mag ik nu ook wat, makker? Stop, ik wil nog meer. Maar ik heb nog niks gehad. Alsjeblieft, meer graag. Octo. Octo? Octo. 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 Octo! Patrick, je glas is vol. Oh ja. Octo! 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 Sorry hoor, de fles is helemaal leeg. Ik ga even een nieuwe halen. Blijven jullie hier gezellig wat praten? Wat? Spons? Spons? Alles goed? Spons? Nog eentje? Hey, ik zei je vriendje net dat ik hem niet meer hoef. Ja, maar deze is van het hart. Nam u hem nu wel? Nou, wen of. Hij had hem in één hap op. Geen kook? Nee. Breng me naar huis. Natuurlijk niet. We hebben nog net genoeg tijd om terug naar het werk te gaan. Werk? Nou, bubbelwaars. Wat vind je ervan? Hij is best lekker, ja. Het enige is... je bent de augurk vergeten. Oh. Nee! De beste die er is? Ha, nee, dat dacht ik toch niet. Jij verliest.
Maar de augurk hoort ertussen te zitten. Ik had ze ertussen. Waar zijn ze nou? Augurk, augurk, augurk! Volgens mij ben je me 1 euro schuldig. 1 euro? De garantie. Niet goed, geld terug. Hoe dat? Kunnen we daarover praten? Nee. En wat dacht je van korting op het toilet? Dacht het niet. Op een gratis glas water. 10 gratis glazen water. Ik doe de reis in. Nee, kom terug. 1 euro. 1 euro. Meneer Kraps, ik weet zeker dat ik er augurk op heb gedaan. 10 euro gaat mooi van jouw loon af. Wacht, wacht, wacht. Aan het werk jij. Dan wachten bestellingen. 1 krabburger, SpongeBob. Oké, deze keer verpest ik het niet. Eens kijken. Kontje, dan ketchup, dan mosterd en augurk. Nee, nee, dat klopt niet. Kontje, mosterd, dan ketchup, de sla, dan de augurk. Nee! Mosterd, dan de top erop. Hé, waar is de burger nou? Augurk, ketchup, wacht. Oh, nee toch, ik weet het niet meer. Kontje, schoon, mosterd, bam, top. Nee! Oh, meneer Kraps, ik ben zo in de war. Dat ik niet meer weet hoe ik het moet doen. Neem jij de rest van de dag maar vrij. Nee, meneer Kraps. Wie maakt er dan de krabburgers? Maak je maar geen zorgen. We hebben Octo nog. Wat? Meneer Kraps heeft gelijk. Ik moet mijn hoofd koel krijgen. Was dat dan kontje, burger, ketchup? De deur! Meneer Kraps! De voordeur is er niet meer! Oh. Sorry hoor, meneer Kraps. Van die augurktoestand ben ik helemaal in de war. Ik kan beter wat gaan rusten. Waar woon ik ook alweer? Natuurlijk. Hey, een open raam. Nog wat zeewierslaa, schat? Idioten. Ze stellen zichzelf zomaar bloot aan groot gevaar. Ik zal ze moeten wijzen op de risico's. Moet je opletten. Ik ben de opera-maniak! Neem me niet kwalijk. Ik ben onschuldig! Kan ik helpen? Ja, ik wil wat bestellen. Wat wilt u hebben? Ik wil een... Een wat? Ik wil heel graag een... Ik heb het verstaan, meneer Kraps. Hij wil graag een... Wat? En ook een... Wat? Dat versta ik niet! Wie zei dat? Wat? Ik ben de beste frietbakker, meneer Krap! De beste! De beste! Schuldig! Ik heb de laarzen! Ze liggen hier! Onder de vloerplaten! Alsjeblieft, laat het ophouden! Die piepende rotlaarzen! Het spijt me, maar ik kan er niet meer tegen! Hier, Patrick. Neem maar een krabburger. Daar is hij, Patrick. Zeg je zin. Ja, dank je, Sandy. Dat lijkt me lekker. Pak burger. Jammer dat SpongeBob er niet is. Deze vindt hij heel lekker. Ik wou maar dat hij naar huis kwam. Neem hap. Nee, ik kan het niet. SpongeBob, kom terug. Patty, kom niet naar huis. Ik mis je. Sandy mist je ook. En zelfs Octo mist je. Ik ben hier gelukkig. Dit is nu mijn huis. Nee, SpongeBob.
gaat me best goed af. Patrick, wat doe je? Als ik je niet als vriend kan hebben, dan moet ik je maar als trofee vangen. Ik heb zelfs deze mooie pot voor je uitgezocht. Patrick, ga naar huis. Ik ben nu een kwal. Ik zie je wel. Ik zie je nog steeds. Je zult er goed uitzien aan de muur. Einde voor altijd, Bosbap. Nou heb ik jou, SpongeBob. Oké. Dus dit is hoe de zaken ervoor staan. Ben je niet tevreden? Hey, kijk! Octo gaat hem vangen! Kom op, Octo! Kom op, kom op, kom op, Bootje! Heel goed, op! Die gozer is goed. Een natuurtalent. Ja, kom op, laat me niet ontsnappen. Ja, goed, bijna. Kom op. Laat je die kisten, jongen. Heel goed. Pers hem in dat net. Kom op. Heel goed, jongen. Wees het net. Je hebt hem bijna op. Gebruik je net. Bijna. Heel goed, ja, door. Je bent een man, Octo. Ja, hij zit erin. Dit is echt de mooiste dag van je leven. Oh. En dan gaan we nu, voor de zoveelste keer, over tot het varende gedeelte van het examen. Oké, SpongeBob. Stap in de boot. Oh, in deze boot. Hier zo. Is de tijd nog niet om? Stap in de boot, SpongeBob. Oh ja, natuurlijk. Je hoeft alleen maar op de baan te blijven. Oké, SpongeBob. Wat is het eerste dat je doet? 1924? Nee. Nee, het eerste wat je doet is de boot starten. SpongeBob, rustig, het is maar een boot. De boot? Oké, goed. En wat doen we nu? Plankgas. Juist. Nee, geen plankgas. Plankgas? Nee, geen plankgas. Oké, plankgas. SpongeBob, waarom? Auw, een schelpfoon. Oh ja, ik bel Octo. Die weet wel wat we moeten doen. Hallo? Octo! SpongeBob, is het nu al tijd om mijn dag te vergallen? Octo, help me. Mijn huis is aan het krimpen. Toen ik wakker ben ik steeds kleiner. Ik weet niet wat ik moet doen. Jij bent aan het opvallen als ik voor wakker je moet horen. Oh nee! Ja, zeg dat. Ah! Huh? Is het al tijd om Octo's dag te vergallen? Hey, SpongeBob, niet zonder mij beginnen. Oh, rotaaltjes.
Het enige wat er van mijn huis over is, is dit kleine steentje. Zeg, wat is er hier aan de hand? Slecht nieuws, jongens. Kijk wat er gebeurd is met mijn huis. Het is weg. Helemaal weg. Wat moet ik nou doen? Waar moet ik nou wonen? Ja. Hey, SpongeBob, je huis is weg. Wat kan ik zeggen? Het was fijn je te kennen, SpongeBob. Veel geluk ergens anders. Ik zal je missen. Ik zal je missen, wow, wow, wow. Ik zal je missen, wow, wow, wow. Ik ga je ook missen. Heeft het er erg moeilijk bij. Wow, wow. Pepe, SpongeBob, ik zie hem. Waar is hij, Patrick? Hij staat op het grote kruispunt, SpongeBob. Daar sta ik ook. Hij staat vlak bij mij, maar ik zie hem niet. Wat doet hij dan? Hij staat daar maar. Onbewegelijk. Wegwezen, SpongeBob! Hoor eens wat een schreeuw. Hij gaat aanvallen. Hij loopt als een dom in het rond. Onbewegelijk naar het gebouw. Nee, hij loopt ook naar het gebouw. Stel, stop achter die paal. Oh nee, de warjak verbergt zich achter die paal. Stel, loop naar de straat van varen. Nee, wacht, hij is daar ook. En de SpongeBob rennen. Zei je iets, partner? De maniak zit in de brievenbus. Ik hoef echt niet meer te horen, hoor. Oké. Nee, ik wil echt niet meer horen. Dank u. Ik heb het begrepen. Stop! Ga bij haar vandaan! Oh, het spijt me vreselijk, mevrouw. Ik hoop dat deze twee mosselkoppen u verder geen kwaad hebben gedaan. Wie bent u? Ik ben Octo. Denk je soms dat ik helemaal achterlijk ben? Hij is Octo, hij is Octo, jij bent Octo, ik ben Octo! Zijn er soms nog meer Octo's waar ik van moet weten? Miauw. Ik ben hier weg. Alsjeblieft, mevrouw. En mijn huis dan? Ik zou nog geen huis voor jou verkopen, al was je de laatste Octo op aarde. Wacht! Nee. Goh. Nee. Verkoop mijn huis, alsjeblieft. Nee, nooit. Laat me hier niet achter. Prettige andersom dan, Octo. We haten je. Ik wil jullie graag laten zien hoeveel ik jullie haat. Patrick, ik denk dat Octo ons te gaan. Prettige andersom dan. Ik moet vechten. Zo, zie je nu hoeveel makkelijker het is als je helpt, vriend? Wat vind je van mijn analysator? Hij ziet de ingrediënten van alles wat ik erin stop. Zeewier. 50% zee, 50% wier. Goed, hè? En nu dat geheime recept ontrafelen. Het varkentje heeft een krabburger voor me meegenomen. En het varkentje gaat het er nu in doen. Nog een laatste woord, SpongeBob Onderbroek. Ik wil alleen zeggen dat het me spijt dat ik meneer Krabs moet teleurstellen. En daarmee heel bikinibroek. Maar, burgertje, het ergste is nog dat ik jou teleurstel. Met je heerlijke, sappige, verrukkelijke, warme, stomende aroma. Stomende? Ik vergeet je nooit, 100% geheime burger. Geheim samengesteld uit onderzeekaas, augurken, sla, tomaat en ui.
geheimstomend in een donzig warm sesamzaadbroodje. Ja, 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 kom maar bij papa! Daar is de eindstreep. Ongelooflijk. Dit is werkelijk de spectaculairste vooruitgang die ik een leerling ooit heb zien maken. Wat is je geheim? Een kleine radio in je hoofd. En onder die hoed zit al zeker een soort van antenne. Je vriend, kilometers hier vandaan, geeft je alle antwoorden door. Oh, ja, maar dat zou bedrog zijn. Bedrog! Ik bedrieg, mevrouw Puff. Ja, sterleerling van me. Ik denk dat ik bedrieg. Wat zei je, schat? Ik denk dat ik bedrieg. Je laat het stuur los. Ik heb een antenne onder mijn hoed. Er is een vriend die mij de antwoorden doorgeeft. Het is waar. Ik bedrieg. Ik bedrieg. Ik bedrieg. Wat? Het spijt me, mevrouw Puff. Het spijt me. Het stuur, SpongeBob. Het stuur. Bedrog. Ik ben een bedrieger. Vandaag mag je bedriegen. Nee, ik ben een bedrieger. Die kant op, SpongeBob. Bedrieg die kant op, die kant. Ik bedrieg. Geef niks. Vandaag mag je bedriegen. Ik ben een bedrieger. Die kant, ik bedrieg die kant. Oh, SpongeBob, waarom? Mevrouw Puff, ik heb u bedrogen. Spinnen! Ga Patrick, Patrick, hou op! Nee, niet doen! Ik ben het! SpongeBob! Patrick! Ik heb het! Het is me opeens superduidelijk! Oh ja? Ja! Ik realiseer me ineens dat ik het niet kan! Dat ik het niet kan, meneer Krabs! Ik ben een mislukkeling! Praat toch niet zo! Snap je het niet, korstige knakenhandelaar? Ik kan geen krabburger maken met alles erop. Ik kan geen burger op een kontje doen met sla, kaas, uien, tomaten, ketchup, mosterd, agurk en top in die volgorde. Ze zijn echt heel kritisch. Wij zul je niet meer horen, SpongeBob. Hé, jongens, dat was niet aardig. Welkom in de korstige krab! SpongeBob, leg hem in de watten! En no way als je het verpest! Ai, ai, meneer! Welkom aan boord, meneer! Hier in de korstige krab bent u de kapitein! En ben ik maar een scheepsjongen! U hoeft maar dit te zeggen en ik zal voor u door het vuur gaan! Mag ik uw bestelling? Ja, ik wilde enkel wisselen voor de telefoon. Ai, ai, meneer! Monsieur a changé! Bedankt! Alsjeblieft. Ja!